Welkom bij Tycho's Wiskunde. In dit HVA-filmpje over telproblemen gaan we eens wat dieper kijken naar hoeveel wedstrijden er in bepaalde competitie verbanden zitten. En we gaan kijken hoe het met knock-out te mooie zit, dus afvalwedstrijden, hele en halve competities. Dat zijn verschillende soorten spelvormen met ook een verschillend aantal wedstrijden telkens. En uiteindelijk gaan we ook kijken of we hier formules voor kunnen bouwen. Dan hoef je niet telkens de redenering uit dit filmpje helemaal voor jezelf te herhalen. Zoals we nou eens beginnen met die knock-out toernooien. Die begint dan altijd met een aantal spelers aan de linker en rechterkant. En die gaan tegen elkaar spelen en dan valt er eentje af. Dus hier krijg je de winnaar van A en B. Hier krijg je de winnaar van C en D. Hier krijg je de winnaar van E en F. En zo verder. En die gaan dan ook weer tegen elkaar spelen, die winnaars. Dus dan valt weer de helft af en dan valt weer de helft af. En uiteindelijk heb je dan een finale wedstrijd. Dus die bolletjes, die staan eigenlijk telkens voor één wedstrijd. Voor de winnaar van zo'n wedstrijd. Maar als je het aantal wedstrijden wil tellen, dan kun je dus zeggen, oh, dat is hier vier. En dan heb je er hier weer vier. En dan hier nog twee. En dan hier nog één. Dus als je dat systematisch telt, nou, we beginnen met 16 spelers. Hoeveel wedstrijden zijn er dan? Nou, je begint dan met 8 wedstrijden in de eerste ronde. En dan krijg je 4 wedstrijden. En dan krijg je nog 2 wedstrijden. En dan krijg je nog die laatste wedstrijd. Dat is de finale. En als je dat optelt, dan kom je uit op 15. Dat is eentje minder dan het aantal spelers waar je mee begon. En het grappige is dat het altijd zo is. Dus als je met 32 spelers begint, nou, dan krijg je ongeveer dezelfde redenering, alleen dan begin je dus met 16. En de rest blijft allemaal hetzelfde. Dan krijg je dus 31. Weer eentje minder dan het totale aantal spelers. En dat kun je begrijpen als je handig bent in het optellen van machten van 2. Want eigenlijk zijn het altijd machten van 2, het aantal spelers. Het is altijd 64 of 128. Zo begin je, anders kan het nooit mooi uitkomen op die manier. Als je maar blijft halveren. Maar je kan het ook op zo'n manier begrijpen. Er zijn dus 32 spelers bijvoorbeeld. En in elke wedstrijd valt er één iemand af. Dus als je het totaal aantal spelers bekijkt, dan is iedereen uiteindelijk een keer afgevallen. En dat gebeurt telkens in zo'n wedstrijd. Iedereen is afgevallen, behalve de uiteindelijke winnaar. Dus daarom wordt het eentje minder dan het aantal spelers waar je mee begon. Dus dat is eigenlijk de formule, zou je kunnen zeggen, van knock-out toernooien. Het is gewoon altijd eentje minder dan het aantal spelers, het aantal wedstrijden. Andere competitievorm is de zogenaamde hele en halve competitie. En dat hoeft niet echt een wedstrijd te zijn. Dat kunnen ook bijvoorbeeld 5 of 6 mensen zijn die elkaar al een hand willen geven. Tenminste, als je nog geen coronatijd erbij rekent. Dus eigenlijk gaat het er gewoon om dat E bijvoorbeeld met C verbonden is en dat C met A verbonden is. En hoeveel verbindingen kun je hier eigenlijk maken? Dat is dan gelijk het aantal wedstrijden dat je kan spelen. En je kan eigenlijk gewoon beginnen met A en zeggen van nou, met wie gaat A allemaal spelen? Nou, met iedereen. Dus die moet met iedereen verbonden worden. En dat kun je ook voor B bekijken. Nou, en dan zou je weer met A kunnen verbinden bijvoorbeeld. En dan ook met C en ook met D en ook met E en ook met F. Dan heb je die weer allemaal gehad. En dan ga je naar C kijken. Nou, die ga je met B verbinden. Die ga je met A verbinden. Die ga je met D verbinden. Je gaat het met E verbinden. En je gaat het met F verbinden. Eigenlijk verbind je gewoon iedereen met iedereen. Dus hier krijg je ook weer zo'n dubbele verbinding. En hier krijg je een dubbele verbinding. En hier krijg je een dubbele verbinding. En hier krijg je dan nog 2 enkele. Want die hadden we nog niet gehad. En zo gaat het maar verder. Dus die en die en die en die en die. En F moet dan ook nog met iedereen verbonden worden. Dus met die en met die en met die en met die en met die. En als je goed kijkt naar het diagram wat we getekend hebben, dan heb je eigenlijk gewoon al die lijntjes dubbel geteld op die manier. En we hadden ook veel systematischer kunnen tellen hoeveel verbindingen er hier komen. Je hebt namelijk 6 spelers en ze moeten allemaal met 5 andere spelers verbonden worden. Dus uiteindelijk hebben we hier 6 keer 5 is 30 streepjes gezet. En in een hele competitie is dat ook precies wat je wil tellen. Bijvoorbeeld bij een voetbalcompetitie, dan heb je inderdaad zo dat iedereen een uit- en een thuiswedstrijd speelt. Dus dan zien alle teams elkaar eigenlijk 2 keer.
kan ook zijn dat je een halve competitie wil. Dan krijg je een competitie waarin iedereen maar één keer tegen elkaar speelt. En dan deel je dus alles door twee. Dus dan zou je krijgen 15. Dus de algemene formule met N spelers, dat is eigenlijk heel simpel. Je doet het aantal spelers vermenigvuldigen met het aantal spelers, maar dan eentje minder. Dus N keer N min 1. Dan krijg je dus een hele competitie. En als je een halve competitie wil, dan deel je gewoon alles nog een keer door 2. Nou, en nog een allerlaatste manier waarop je kan inzien wat hierbij de juiste formule is, dan gebruik je die binomiale coëfficiënten uit het vorige filmpje. Je kan namelijk ook zo redeneren. Hoeveel streepjes staan er eigenlijk? Dat kun je in één keer zeggen, want elk streepje wordt eigenlijk bepaald door een keuze van twee spelers. Dus je kan ook zeggen, het is gewoon het aantal combinaties van N, als dat het totale aantal spelers is, waarbij je er twee telkens uitkiest. Dan kun je bijvoorbeeld A en D kiezen, maar je kan ook C en E kiezen. En de volgorde maakt niet uit. Dus daarom spreken we hier van combinaties. En dan krijg je dus het aantal spelers in een halve competitie. Want dan gaan ze allemaal maar één keer tegen elkaar. En NC2, ook wel N boven 2. Nou, als je dat met die één formule uitrekent, dan staat er eigenlijk N faculteit gedeeld door 2 faculteit keer N min 2 faculteit. Nou, N faculteit gedeeld door N min 2 faculteit. Dan valt alles weg, behalve de N en de N min 1. En die deel je dan door 2 faculteit, oftewel je deelt hem door 2. Dus dan krijg je inderdaad die formule van de halve competitie. En als je de hele competitie wil, nou, dan deel je dus niet door 2 en dan heb je het aantal permutaties. Dus dat is die formule. En vaak zijn ze er dol op om vragen te stellen waarbij je een combinatie van de 2 nodig hebt. Dus laten we als laatste nog eventjes kijken naar deze voorbeeldvraag. We beginnen met 16 pools van 5 man. En die spelen elke keer een halve competitie in die pool. Dus eerst moeten we weten hoeveel wedstrijden dat dan natuurlijk. Hoeveel wedstrijden daarin zitten. Dan gaan de beste 2 door van zo'n pool. En die gaan een knock-out formaat spelen. Dus dan krijgen we nog zo'n tabel erachter eigenlijk. En dan zijn we uiteindelijk geïnteresseerd in het aantal partijen in totaal. En is het ook nog zo dat de laatste partij uiteindelijk, dus de finale, dat een race naar de 4 sets is. Dus al die andere dingen zijn telkens 1 set per wedstrijd. Maar in de finale gaan ze totdat er iemand 4 keer gewonnen heeft. Dus dat moeten we allemaal meenemen in onze berekening. Dus laten we beginnen met die pools. Dus we hebben 16 pools. En hoeveel wedstrijden zitten er eigenlijk in één pool? Nou, dat is natuurlijk afhankelijk van hoeveel man er in zo'n pool zit. En dat is 5. En zoals we net gezien hebben, zo'n halve competitie met 5. Dat wordt dan 5 keer eentje minder. 5 keer 4, gedeeld door 2. Dus dat zijn 10 wedstrijden per pool. Nou, we hebben 16 pools. Dus dat wordt dan 160 wedstrijden in totaal. En dan gaan we naar de naar het KO-formaat. Dus hoeveel spelers gaan er nou eigenlijk naar dat KO-formaat? Nou, we hadden 16 pools en telkens de beste 2 gaan door. Dus uiteindelijk heb je een KO-competitie, een afvalrace met 32 spelers. En dat is natuurlijk weer zo'n macht van 2. Dus dat ga je altijd zien dat dat 32 of 16 of 64 is, bijvoorbeeld. Met zoveel spelers. Hoeveel wedstrijden zit daarin? Nou, eentje minder zoals we gezien hebben. Dus 31 wedstrijden. Tenminste, als je de finale ook meerekent. Maar die finale, die wordt een beetje anders gespeeld. Dus het is veiliger om hier eventjes 30 van te maken. Dan zit de finale er nog niet in. En dan hebben we dus in totaal 190 wedstrijden. Exclusief de finale. En de finale, dat is een race naar de 4, oftewel best of 7. Best van 7 partijen, als er dan iemand 4 heeft, dan heb je eigenlijk al gewonnen. En inderdaad, aan die best of 7 kunnen we eigenlijk al zien dat er maximaal 7 partijen gaan zijn. Het zijn er maximaal 7 en het zijn er minimaal 4, want je moet wel 4 hebben. Dus het minimum is 194 wedstrijden en het maximum is 197 wedstrijden in deze competitie.
Een andere vraag die je zelf kan stellen is: hoeveel sets speelt dan de winnaar uiteindelijk van heel deze competitie? En dat laat ik even over als bonusvraag. Ik zou zeggen, als je het antwoord weet, zeg het gerust in de comments. Of als je nog ergens in vastloopt, je kan altijd in de comments vragen stellen. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.